Hallo mensen, dit ben ik na een wild ritje door de bergen en de bossen heen. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en als jullie goed met mij meekijken, dan kan je de overkant zien. De zon schijnt namelijk perfect op het eiland daar. En dit is echt een prachtig uitzicht. Een uitzicht wat ik zeker weet te gaan missen. En waarom ik dat zeg is omdat wij de tassen gisteravond al hebben ingepakt. Want wij gaan vandaag weer naar huis. Jammer. Maar voordat we naar huis gaan, bro, gaan wij... Iets vet doen, hè? Ja, iets super vet. En Bas is gewoon heel erg lucky. Want jij hebt dit afgelopen jaar hier in Tenerife al gedaan. Ja. Dus jij weet een beetje hoe het zit. Ik nog niet. Het is mijn allereerste keer. Ja, je gaat echt vet zijn, hoor. We gaan op de quad rijden, jongen. Ja, door de, ja. Door of de bergen of het bos. Forest inderdaad, ja. Het bos. Super vet. Ik heb er zoveel zin in. Ja. Wow, we hebben in ieder geval de koffers helemaal goed ingepakt. We zijn wel 10 keer de kamer rondgelopen of we niks zijn vergeten. Dat is wel altijd super belangrijk. Dus bij deze zeg ik vaarwel, hotelkamer. Het was me genoegen. Het bed was echt knijters. De douche was knijters. De wc was echt lekker. Excuses naar de wc voor de grote boodschappen die Bas en ik hier hebben gepleegd. Het waren een soort aanslagen. Maar goed, wij gaan nu lekker naar beneden. Want voordat je gaat sporten, moet ons maagje nog even een beetje gevuld worden. Er kwam zo'n kok voorbij en die zei iets van goedemorgen in het Spaans. Hola, morning. Juice? Do you want one? Yes, please. It's a mixed one. Lekker. Oké, thank you. No problem. Enjoy. Kijk eens aan. Zoiets moet je gewoon aannemen. Dat is gewoon vriendelijk. Deze man is één grote baas. Kijk wat hij aan het maken is. Gewoon een piramide. Hier gewoon een octopus. En ik weet niet wat hij daar aan het maken is, maar vast ook iets super episch. Vandaag ben ik vrolijk, dus eet ik een smiley op. Hopsakee, wat vind je daarvan? Ja, mooi hoor. Jij hebt ook een lekker ontbijtje hoor. Ik heb goed ontbijt. Zo, 2 dikke eieren met spek. Ja, goede. Geniet ervan. Lekkere zuur, proosten bro, op een paar leuke dagen. Proosten. Dit is echt het perfecte eitje. Dit ziet er zo goddelijk uit, bro. Jij hebt ook een lekker eitje, hoor. Nou, het is een beetje koud. Een beetje jammer, wat boeren vrij. Een echte boer, hè? Hallo. Good morning. Good morning. How are you? Yeah. Hello. Welcome to Quad Squad. Yeah, can you say something to my Dutch viewers from the Netherlands? We are going to enjoy an excursion on the quad. Yeah, I'm excited. Yeah. We zijn hier aangekomen op een prachtige locatie, best wel hoog. En hier staan alle quads. Het is echt ziek joh, het is niet normaal. Ze hebben net gloednieuwe, maar we moeten wel onze vlucht halen. Anders zijn we echt zwaar de lul. Dus deze nieuwe bikes kunnen we helaas niet nemen, maar we nemen die andere. En waarom is dat die andere bikes, die al een paar jaar oud zijn, die worden gebruikt om mee te nemen in het bos. En wij willen graag keihard scheuren door het bos. Dus het gaat super leuk worden. We hebben echt hele aardige mensen die hier werken, die ons helpen en die ons begeleiden. En dat is maar goed ook, want anders zijn we misschien straks verdwaald. Dus ja, een helm op en straks de zonnebril op. En we gaan waarschijnlijk heel erg vies worden, want die meneer zei, er liggen overal plassen. Als het goed is gaan we nog door de wolken heen rijden. Dus er is grote kans dat we echt gewoon helemaal nat worden ook. Maar goed, ik ben er klaar voor, ik heb het ervoor over. Ga er goed voor zitten, geniet ervan en we gaan quad rijden. Yeah! Dat was super awesome! Het is niet te geloven, het uitzicht hier is prachtig. We zijn gewoon boven de wolken, hè mensen? Niet te geloven. Echt ontzettend bijzonder dit. En Enzo is een beetje slow aan het rijden.
Ik ben sloom aan het rijden. Ik zit al onder een modder. Ik heb geen spatje modder op je. Ja, straks komt waarschijnlijk nog het meest brute gedeelte. Ja. Want we gaan nu echt het bos in. Gaan we het bos in. We hebben nu gewoon heel veel weg gehad en kleine zandweggetjes. Ja. Maar we gaan nu echt het bos in. Dus het schijnt kei ruig te zijn. En veel meer modder en plassen. Want we zijn zo dicht bij de wolken dat het hier heel erg veel regent, zeg maar. Dus er zijn heel veel natte gedeeltes. Maar tot zover is het super. Super awesome. En die kwads zijn echt monsterlijk sterk. Ja, die hebben power, hè? Ja, die hebben wel een beetje door, hè? Ja. De hele tijd bij bochtjes. Om, ik kan burn-out maken. Ja, yeah, dus dat is echt heel erg nice. Vet. Wat wel even leuk is om te vertellen, is dat dit stadje, wat eigenlijk meer een dorp is, want het is super klein, is de hoogste van heel Spanje. Dus we zijn nu in het hoogste dorp van heel Spanje. Oh, en daar is een hond en die doet zijn behoefte. Oké, dat hoef ik eigenlijk helemaal niet te zien. We gaan even wat drinken. A few moments later. Oké, we gaan er weer voor. Hebben we er zin in? Yeah! Take me away from home. Show me all the places I've never known. A world chase the night. Race all of these broken dreams and flight. Outfit is helemaal zeiknat. Ik zit helemaal onder de modder. Ik heb mijn bril net even schoongemaakt, want ik zag bijna niks meer. We hebben hier heel even pauze. We laten de kwads hier allemaal even rusten. Alleen wat je hier hebt is een prachtig uitzicht. Midden in het bos. We zijn op 1800 meter hoog. En wat je hier dan ook ziet is, het is een afgelegen huis. Ik wil gewoon heel eventjes kijken. Dus ik klim hier even voorzichtig op. Straks dan val ik, breek ik iets en dan kan ik niet meer naar beneden. Dit is heel erg ziek, hè? Het is zo apart om in zo'n gebouw te staan wat helemaal verlaten is. Wow, mijn gezicht! Ik zie het nu pas. Dit zit helemaal onder het stof en alles. Dit is zo awesome, hè? Niet te geloven. Het uitzicht is echt geweldig. Sowieso, de bergen hier zijn echt prachtig. We zouden nog verder dieper het bos in kunnen gaan. Alleen dan redden we het niet meer met onze vliegtuig. Dus we gaan nu weer terug. Naar beneden gaat ook weer super vet worden. Hey Bassie! Waar ben jij beland dan? Ja, ik ben beland in een verlaten gebouw. Apart, hè, dat ze dit dan zo laten dit staan. Dit is iets van een keuken geweest. Ja, of een mijn of zo. Een oven of zo. Oké, we zijn er weer helemaal klaar voor. Ik ga de camera wegstoppen en we gaan nu naar beneden. Dus dit is alleen maar genieten, mensen. Duimpje omhoog voor deze epische avontuur hier in het bos. Let's go Enzo, let's go, let's go! Bas die is echt... Hij gaat echt uit zijn dak de hele tijd al. Dat is echt geweldig. Thank you.
Dit ben ik na een wild ritje door de bergen en de bos heen. Valt mij toch? En vooral plassen. Ja, je had die cap niet voor, hè? Ik heb deze voor gedaan. Ze houdt het meeste tegen. Ja, ik weet niet. Ik vond het niet fijn. Dit is gekke werk, mensen. Niet normaal. We zijn heel even aan het tanken hier zo. Maar we zijn bijna weer terug. En ja, dan moeten we... Zo het vliegtuig in, toch? Ja, gewoon zo. Hé, hey, piloot, we gaan naar Nederland. Hé. Hey. Ik heb wel echt een beetje last van mijn oren. Maar dat komt dat altijd als ik omhoog ga, heb ik nergens last van. Maar als ik naar beneden ga, is gewoon iets mis met mijn oren. Dan, ja, dat hebben wel meerdere mensen, hoor. De ene kan daar wat beter tegen dan de ander. Maar ik merk altijd dat als ik snel naar beneden ga, dat mijn oren gewoon, ja, dicht zitten. Dus ik hoor amper iets. Sorry voor als ik schreeuw. Maar goed, de quad wordt even bijgeladen. En dan nog een klein stukje. Yeah! Opgefrist en schoon en Bas ook. En yes. Dat is maar goed ook, want anders dan hadden ze ons nooit, denk ik, in het vliegtuig gelaten. Maar goed, we moeten weer weg uit het zonnige Spanje. Jammer. Terug naar Nederland, bro. Jammer, bro. Oh, maar het was wel vet, hoor. Ja, niet normaal. Maar we moeten wel voorbij komen met heupen van gisteren, ja, van de jetski. Ja, dat vooral. Overal spierpijn, niet normaal. Nu heb ik de Walhalla hier gevonden van D. Dit is niet te geloven. Kijk dan, overal snoep. Dus ik ga even een lekkere zak snoep meenemen voor D. Zakje, een kleintje. Ja, gewoon een dikke joekel. Moet je kijken hoe mooi dit is. Gewoon een vliegveld langs het strand. Dat is echt bizar. Echt niet normaal. We zijn echt net op tijd, hoor. Ja, we zijn echt net op tijd, ja. Lekker, hoor. Er staat al, last call Amsterdam. Ja, er staat nu in een andere, kijk, Engels, dat kunnen we wel, hè. Hallo. Maar het is gezet wonen. Als het niet mogelijk is. Wat een heerlijke vlucht heb ik gehad. Echt ontzettend lekker. Soms heb je wel zoiets van zo. Het lijkt alsof ik een hele dag erin heb gezeten. Maar vandaag niet. Ik loop nu langs de leukste stewardess die ik ooit heb gezien. Heel erg bedankt voor de fijne vlucht. Dankjewel. Doeg. Doeg. Ja, ik ga nu hier heel even wachten. En ik heb trouwens slippers met sokken. Want mijn schoenen die zijn nog helemaal nat van het quadrijden. Maar er is één probleem. Toen wij net nog op Tenerife waren, op het vliegveld, toen moesten we opeens met haast naar de gate toe. Omdat er stond last call, dat heb ik nog gefilmd. Nou, en daardoor zijn we in één keer van onze stoelen weggegaan en onze tafel waar we aan het eten waren. En toen is Bas in de haast zijn koffer vergeten. Dus als het goed is, staat de koffer van Bas nog op Tenerife. Laten we hopen dat hij alsnog in het vliegtuig is, maar als het goed is, nog op Tenerife. Dat zou wel echt balen zijn. We hebben in ieder geval de koffers helemaal goed ingepakt. We zijn wel 10 keer de kamer rondgelopen of we niks zijn vergeten. Dat is wel altijd super belangrijk. Ja, kan ik dit allemaal filmen? Je mag dit best filmen. Is dat helemaal oké? Okay? Ja, super vet. Okay. Ik heb dit namelijk nog nooit gezien en dacht, misschien is nu het moment. Kijk, dus hier zitten de twee piloten. Altijd met z'n tweeën, toch? Ja, we zijn altijd met z'n tweeën. Soms zelfs met z'n drieën, maar vandaag met z'n tweeën. Oké. Okay. Nou, het was een hele fijne vlucht. Weinig turbulentie. Ja, het was best relaxed, toch? Ja, zeker weten. Hele fijne vlucht gehad, dus heel erg bedankt. Graag gedaan. En ik was een beetje te moe om te applaudisseren, maar anders had ik het wel gedaan, ja, hoor. Ja, ja, maar gebeurt niet zo vaak meer, of wel? Nee, ja, we horen het niet. Er zit tegenwoordig zo'n dikke deur tussen, dus je kunt applaudisseren wat je wil, hè. Maar oh, echt waar? Oh, dan in vervolgens als ik uitstap, dan zwaai ik even hierheen. Zo van, hey, toppie. Ja, super, nou heel erg bedankt. Okay, en nou, werk's nog. Hey, wat doeg. Dat was de cockpit. Ja, je kan op zich niet heel veel aan zien van, oh, dit werkt zo, dat werkt zo. Dat zijn, lijken wel duizenden knopjes, dat is niet te geloven.
What the heck? Een koe op vogelpoten. Welkom terug in Nederland of zo. Kijk eens wie daar zijn! Peppy en Cocky! Hey! Hey Pikachu, wat leuk je weer te zien! Wat is dit nou dan? Leuk hè? Ja. Kijk eens. Oh my god, wat voor jou. Oh, nu ben ik zo blij. Hey, turn up. Yay, je bent er weer. Wat? Wow, dit zag ik zo niet aankomen. En ik jou nog appen van ja, we zitten in een kamer, we zijn fucked up. Want ja. Bas de koffie vergeten. Ik kan het nog steeds niet geloven dat dat Day en Nick ons gewoon hebben opgehaald. Ja, super lief toch? Maar weet je wat apart is? Het lijkt net alsof het afgesproken is, hun met z'n tweeën. Maar ze kwamen elkaar gewoon toevallig tegen, ze hadden allebei hetzelfde idee. Heel random. Maar in ieder geval, ik word af en toe wel een beetje aangekeken door mijn slippers. Maar goed. En door mijn schoenen. Het was leuk bro. Ja, het was super, super leuk. Dankjewel. Jij moet naar Assen. Ja. Ik moet naar Utrecht. Morgen weer 7 uur werken. Ja, veel succes, goede reis. Ja, wat moet ik nog meer zeggen? Ik ben nog steeds verbaasd dat D hier gewoon staat. En je haar is echt mooi. Ruikt ook nog vet lekker. Met champagne. Ja. Ik ben echt blij dat ik je weer zie. Auw. Sorry. Ja, we zijn ongemakkelijk. Ik bedoel onhandig met z'n tweeën. Ook soms wel onmachtig. Doei. Doei. Zo, en dan is het tijd om de adventkalender weer een keer zelf te doen, mensen. Ja, Deetje die had het even voor mij gedaan, echt super lief. Weer lekker thuis, is ook wel weer fijn hoor. Lekker mijn eigen bedje, Deetje weer. En dan is het alweer 10 december, hé. Knijters, wat gaat het super snel. Laten we maar meteen even kijken wat hierin zit. Vandaag kunnen jullie kans maken op een hele mooie mok. Een hartstikke mooie zwarte, de Magic Mok. Dus als je hier heet water in doet, dan verandert die van kleur. Super awesome. Het codewoord is kerstboom. Dus ik zou zeggen, doe een blauw duimpje omhoog. En zet kerstboom in de reacties. En dan maak jij kans op deze prijs. En nog 14 dagen, dan de grote, grote prijs. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het tof. Vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Voor meer vette video's. En hopelijk check jullie morgen bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.